Gisteren zijn we niet wezen lopen, want we waren allemaal ziek. Begon gisternacht met Kandalf. Nee, eigenlijk was Rijka eergisteren al ziek. Die liep toen al over te geven. Dat is later weer wat overgegaan. Maar Rijka en Kandalf. Deze AB, met die, gaat die schemerlampen daar aan. Maar ook de kerstverlichting in de hal. Nou, dat is niet nodig. Nee. Dus dat gaat. Die kerstverlichting in de hal gaat eruit. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag de 31ste van de 1e 2024 en we leven om 11 minuten over 2. Ik ga zo meteen even mijn hondjes uitlaten, mijn meisjes, ja. Mag ook wel weer, want gisteren zijn we niet wezen lopen, want we waren allemaal ziek. Begon gisternacht met Kandalf. Nee, eigenlijk was Rijka eergisteren al ziek. Die liep toen al over te geven. Dat is later weer wat overgegaan. Maar Rijka en Kandalf die begonnen tezamen eigenlijk afgelopen nacht, maar gisternacht. Toen begon ik zelf. En toen begon Elwing. En toen liepen we allemaal. Met z'n allen. Ja. Met z'n viertjes. Dus ja, ik weet niet wat, het zal in het weer hangen hoor, in de lucht, weet je. Er hangt genoeg vergif in de lucht, wat we inademen. Dus ja, je weet nooit wat je inademt. En ja, dat moet er ook allemaal weer uit, hè. En dan heb je er last van. Dus ja, het grootste gedeelte van de dag heb ik op mijn bed gelegen. En als ik naar de wc moest, gingen de meisjes mee. Elwing bleef 9 van de 10 keer leggen, maar Rijka ging gewoon mee. En ja, Elwing die dacht ook bij zichzelf, bekijk het even, ik ben ook ziek hoor, laat me leggen. Mooi, nou ja. Maar dan gaat het allemaal weer. Ja, ze liggen lekker op de bank. Mijn hoopjes. Ja, mijn hopendopies. Dus we gaan zo meteen lekker even lopen. Ze zijn net al wel in de tuin geweest. En daarna ga ik toch proberen om die takken ook weg te halen. Tenminste, ik moet eerst die ballen uit die emmer even opruimen. Want ik heb die emmer weer nodig voor die ballen. Dus ja, we zullen zien hoe ver we komen. En ik doe het rustig aan, kalm aan op mijn dode akkertje. Het hangt me niet op mijn rug. Dus ja. Komt zelf wel goed. Ja, toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Oh, zag wat. Dus ja, geniet daar gewoon van. En geniet ook gewoon een beetje mee. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, doei. En daar leggen mijn meisjes dan heerlijk rustig. Weer lief te zijn. Ze waren gestout, want ze trokken beide mij zowat van mijn voeten af. Maar ik ben sterker dan, hè? Dat heb ik nou wel weer bewezen. Want ze werden even een beetje dol buiten. Door iemand anders. Dus ja. Maar ik ben ook hier druk bezig. Daar staat het een en ander op die witte bus naar die schaande meiden. Maar daar staat trommeltjes, potjes, flesjes. Dat is voor, tenminste als ze het willen hebben voor Mario. Ze weten er al van. Ik ben met de kerstspullen dus bezig. Ik heb al de kerstkransen naar boven gebracht. Ik heb de kerstkleedjes bij elkaar gescharreld. Maar ja, dat is plastic, dat krijg gewoon zo naar boven in de kast. Maar de vuile was die staat op de trap. De tafel is tot zover leeg. Kan mij dat kerststuk bezig. Ja, zullen we dat in die emmer dumpen. En dan kan ik
sowieso hier weer verder mee, want dat is nog niet helemaal vol. Kennen we erbij. Dus dan gaan we omheen bouwen. En wat er niet in kan, ja, dat kan er niet in, punt. Ik heb trouwens buiten nog meer, hè. Ja, daar hangen nog takken buiten. Met balletjes erin. En aan de pergol, nee, aan de aardbeientoren. Ja, of daar nou een bal in zit, ik geloof het niet. Die daar op de picknicktafel ligt. Ik denk het niet. Het is winkelt in die twee. Maar ja, dat is voor buiten, de buitenboel. En daar heb ik een andere bak voor. Ja. En nou, deze is ook nog niet vol. Daar kunnen nog... ja, eigenlijk wil ik die er weer uit hebben. Die moet in een plastic tas. Dat gaan we zo ook even doen. Dus, dat is helemaal goed. Ja, komt helemaal goed. Ja, toch? Ja. En hier zit nog een vuilniszak, daar moet die ster in. Of een, ja, ik zie wel hoe we dat even doen. Ja. En dat kerstkleed, als ik die takken gedaan heb, kan dat kerstkleed ook opgeruimd worden. Maar die gaat hier in de la. Ik heb altijd één kerstkleed hier liggen. Eén of twee. Weet ik zo mogelijk niet. En dan... hek, achter de traphek, het kleed wat hier weer op komt. Ja, nou, die gaat boven weer in de kast. En dan moet ik zien dat ik een curverbox krijg voor mijn elektriciteit. Want die doos die valt amper te verslepen, want dan legt die uit elkaar. Ja. Dus ja, dat dus. Nou, we gaan weer even een bakje koffie doen. En dan gaan we weer verder. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik moet eerst even weer wat daar weghalen, want dat lag daar niet goed, hè. Zo. Ja, dat beestje moet nog even ophangen, maar ik weet nog niet waar. Nee, nou, hang ik daar nog wel even neer. Dat beestje hing naast de kersttakken. Ja, echt waar. Dus die hang ik gewoon weer neer. Maar ik ben klaar, enkel, ik moet nog een paar ballen inpakken. Ja, dat zijn deze ballen. Die moeten daar nog bij in. Nou, ik heb hier een heleboel AB's, maar dan moeten de batterijen nog uit. Degene die ik niet hoef te gebruiken. En ik moet nog even met de verlichting aan de gang. Want als ik één kerst aanzeg tegen Google, dan gaat ook de kerstverlicht mee. Niet waar. Dat is niet waar. Nee, dat is met... deze AB, met die, dan gaat die schemerlampen daar aan. Maar ook de kerstverlichting in de hal. Nou, dat is niet nodig. Nee, dus dat gaat... die kerstverlichting in de hal gaat eruit. Ja, dan is het enkel die schemerlamp gaat aan. En met één kerst, dan moet de lange snoer maar uit. Want ik wil dan enkel... wat? Nee, dat moet nog opnieuw. Ja, die balletjes, er hangen daar glazen balletjes in die kerststak. En die doen het niet. En die behoren het wel te doen. Ja, en ik weet niet welke, hoe en wat het ook alweer is. Dus dan moeten we eens even uitvogelen. Maar dat komt helemaal goed. Gewoon hou vol, goed om. Dus ja, dat moet ik nog uitvogelen, hoe en wat. Maar dat komt wel. Mijn huisje verder is kerstvrij. Ja, nou ja, dat laat altijd hangen. Anders moet ik weer omhoog en weer omhoog, weet je. Dat is de kerstverlichting. Ook die kan ik nog laten branden. Door Google. De tv-lampje is nog uit, maar laat die nog even uit. Die heb ik niet nodig, zo kent ook. Ik heb het niet altijd nodig. Koffie heb ik op. Ik ga nou aan de meisjes denken en dat is met ze lopen. En dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Hoe laat leven we eigenlijk, dat weet ik niet. Ja, 11 minuten over 6, dus ja.
We gaan er gewoon voor. En ik zeg gewoon tot later weer. Doei, doei, doei. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes retour. Ik ga zo mijn meisjes even uitlaten. En daarna gaan we hardlopen naar bed. Want het loopt alweer tegen, even zien, 10 over 1. Ik heb bezoek gehad vanavond. Althans, één is bezoek en de andere, ja, lijkt wel een vluchteling. Jeetje mina, ik moet er ook nog wel om lachen. Mario, die is geweest. Die heeft even, ik had wat spullen voor haar, dat heeft ze opgehaald. Mary is geweest. En die is ook nog met de poort bezig geweest. Maar in donker heeft ze wel een lamp bij de, maar dan nog, dat werkt toch niet. Ja, en het werkt ook niet. Wel nee. Het moet overdag, weet je. Maar in ieder geval, nou zal ze morgen geloof ik komen. Maar we merken het wel. En ook komt morgen onze Willy natuurlijk weer. Dus ja, we gaan. Ik heb net een vlog naar Facebook, ja hoor, naar YouTube gebracht. Ik heb gewerkt op Facebook. Dus ja, ik ben klaar. Enkel op YouTube is hij nog even bezig, 86% geüpload, dus dat gaat ook snel. En ja, dan zeggen we gewoon, we gaan lekker strakjes naar bed. Dus ik zeg, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen, uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het, God die houdt over ons de wacht. En ik zeg daarom graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!